Een stichting uit Flevoland is dolgelukkig met een oude auto uit Silvolde. Bijna 50 jaar stond de Franse oldtimer van het merk Berliet in een garage te wachten op een opknapbeurt. Maar nu wacht er eindelijk een nieuw leven. Deze auto is van 1936 en ik heb hem in 1977 gekocht. Nou, ik heb niet kunnen bereiken wat ik had willen bereiken. Ik had hem op willen knappen en dan trouwrijden. Maar ja, daar is niks van gekomen. Omdat Harm op leeftijd is, zocht hij een plekje voor zijn bijzondere auto. Bij toeval kwam hij Stichting Talent for Classics uit Zeewolde tegen. Waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt oldtimers opknappen. Binnen de kortste keren was een afspraak gemaakt. We hebben een stichting en die stichting die geeft jongens en meisjes met een ondersteuningsbehoefte dezelfde kans om hun talenten te ontdekken en te leren als reguliere. Ja, reguliere is een beetje een raar woord, of zonder ondersteuningsbehoefte. En wij vinden dat iedereen de kans moet hebben om zijn talent te ontdekken. Ik zeg, dan gaan we naartoe. En daar zijn we naartoe geweest. En toen heb ik hun verteld over die auto, foto's laten zien. En toen vroeg hij van, wat is de bedoeling ervan? Ik zeg, mijn bedoeling is dat jullie die auto krijgen. Eén, ze kunnen eraan sleutelen. En twee, op het moment dat we eventueel het kunnen verkopen, of als het weer klaar is, dan kunnen we daar geld mee ophalen, waardoor we weer naar school kunnen en de begeleiding kunnen krijgen. Nu Harm afscheid heeft genomen van zijn geliefde Berliet, heeft hij nog één wens. Over een paar jaar, ik weet dan niet of die klaar is, ja. Maar als die klaar is, dan zou ik het leuk vinden als ik een ritje kan rijden met mevrouw samen. Ja, natuurlijk gaat hij het eerste rondje maken. Ja, zeker weten. Ja. Het duurt wel heel eventjes voordat wij ermee aan de gang gaan. Maar ja, daar gaan we wel wat moois van maken. Die gaat wel weer rijden. Nu de oldtimer de garage in Zilvolde heeft verlaten, kan hij eindelijk gebruikt worden waar hij voor bedoeld is. Mijn eigen auto erin zetten. Dus je hebt sinds 1977 al geen ruimte voor je eigen auto in de garage? Nee, nee. Nou, die auto is ook al 31 jaar, dus